De Mariniersweg is tot en met 27 oktober 2017 in één richting afgesloten voor het autoverkeer. Eneco vervangt de stadsverwarming tussen de Hoogstraat en de Goudse Singel. Auto's kunnen vanaf de burgemeester van Walsumweg niet meer via de Mariniersweg naar de Goudse Singel, maar rijden om via het Oostplein. In de andere richting, vanaf de Goudse Singel, blijft de Mariniersweg wel bereikbaar voor het autoverkeer. En ook voor fietsers en voetgangers is de Mariniersweg bereikbaar in beide richtingen. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/mariniersweg.